Hoi, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ga jullie de velproducten van november en december laten zien. Oftewel de producten die ik dus niet fijn vond van deze twee maanden. Deze video is altijd per twee maanden, omdat ik nooit heel veel producten heb van één maand waar ik niet zo tevreden over ben. Maar ik heb nu wel een aantal dingen verzameld in het doosje en die ga ik jullie dus laten zien. Dus mocht je benieuwd zijn naar de producten die ik niet fijn vond, zou ik zeggen kijk zeker even gezellig mee met deze video. Allereerst heb ik deze Dry Nail Spray en deze is van de Action. Deze spray die beloofde je nagels te drogen binnen 60 seconden. Het is dus gewoon een spuitbus. Het is best wel een grote spuitbus. Er zit 150 ml in. De spray ruikt zelf wel heel lekker. Daar kan ik niks over zeggen. Ik heb dit gebruikt nadat ik mijn nagels had gelakt. En ik ging dit erop sprayen. Het is echt een hele koude spray. En dat ben ik op zich wel gewend van dit soort sprays. Maar na 60 seconden was de nagellak dus totaal niet droog. Bij zo'n spray hoop je gewoon dat je nagels veel sneller droog zijn. Maar dat was bij deze spray gewoon absoluut niet het geval. Ik vond het echt niet fijn. Ik heb echt problemen gehad met het drogen ervan. Ze beschadigden de nagel ook even goed weer. Het droogde mijn nagels gewoon niet. Dus wat dat betreft, in plaats van deze spray te gebruiken, kon ik mijn nagels net zo goed aan de lucht laten drogen. Want dat duurde even lang als bij het gebruik van deze spray. Dus daarom vond ik dit absoluut echt een niet aan te raden product. Dan heb ik een mascara van Essence en dit is de All Eyes On Me Multi Effect Mascara. Deze mascara die belooft volume, lengte, krul. En een goede separatie. Allereerst het borsteltje. Die ziet er zo uit. Vind ik al niet een heel erg fijn borsteltje. Dit zijn niet de borsteltjes waar ik persoonlijk heel erg van hou. Het grappige aan deze mascara is dat ik... toen ik begon met make-up ben ik begonnen met deze mascara van Essence. Dat is 12 jaar geleden. Hij zit dus na 12 jaar nog steeds in het assortiment. Ik dacht, nou, laat ik hem gewoon nog een keertje gaan testen om te kijken wat ik dus nu 12 jaar later van deze mascara vind. En helaas is hij toch bij de velproducten beland, omdat hij mijn wimpers zwart maakte, maar meer ook niet. Er kwam geen extra volume, geen krul, niks van dat alles. Dus daarom vond ik dit eigenlijk gewoon geen, goede mascara door wat hij belooft dat hij het niet waarmaakt. Dan heb ik van Catrice deze Multitalent Lip Primer. Deze komt uit de Prime & Fine Line. En dit is dus een primer die je kunt aanbrengen voordat je je lippenstift aanbrengt. Deze heeft vitamine E en bevat shea butter en hyaluron. Het is dus een stick die je gewoon aanbrengt op je lippen. En je moet hem slijpen, dat vind ik al best wel lastig. Want ja, daar moet je echt een hele grote slijper voor hebben. Maar goed, hij heeft ook een naam gekregen en dat is de 010 A Little Bit of Base. Omdat hij een witte kleur heeft, maakte hij de lippenstift ook echt een stuk lichter. Dus het pigment van de lippenstift die viel helemaal weg bij het gebruik van deze primer. Dat vond ik heel erg jammer, want op zich is een lipprimer eigenlijk best wel een goed idee. Een soort bescherming voor de lippen, maar doordat deze dus wit is, valt de kleur van je lippenstift er helemaal bij weg. En dat vond ik heel erg jammer en daarom vond ik dit ook absoluut geen aanrader. Want als ik dan een lipprimer gebruik, vind ik het ook heel fijn als de lipkleur ook gewoon mooi intens blijft. Dan heb ik een Smoky Eyes Travel Setje van Max & More. Dit komt dus van de Action. Ik was hier niet zo heel erg over te spreken. Er zit een mascara bij. Nou, die mascara's van de Action, daar ben ik over het algemeen niet heel erg blij mee. Ten eerste al dit borsteltje. Dit is zo onwijs hard. Brengt niet fijn aan. De mascara ruikt ook heel gek.
deed eigenlijk niet heel veel voor mijn wimpers. Het maakte mijn wimpers wel zwart, zeg maar meer ook niet. Dus dat vond ik echt heel erg jammer. Dus die mascara vond ik totaal flut. Over het paletje zijn een beetje dubbele gevoelens. Op zich was de concealer en de oogschaduw vond ik wel oké. En ja, de kleurvormen, de cheeks zeg maar, die vond ik echt totaal niet echt mooi gekleurd. Want die zag je bijna niet terug op mijn gezicht. Er zitten trouwens ook twee applicatortjes bij die lekker vastgeplakt zitten. Die laat ik wel zitten. Die lipkleuren vond ik ook totaal niks. Het is een creamy product. Vind ik altijd al heel lastig aan te brengen. Maar de kleuren waren echt totaal niet intens. Je zag bijna niet dat je wat op je lippen droeg. Dus dat vond ik heel jammer. Dus de concealer en de oogschaduw die vond ik op zich nog wel oké. Maar die blush en die lipproducten totaal niet. En vandaar dat die dan toch in de vuilproductbak is beland. Omdat ik ja, het eigenlijk omdat ik ook de mascara al niet fijn vond. En ook een aantal dingen van het paletje niet. Vond ik het gewoon eigenlijk een totaal gefaald setje. Dan heb ik van Essence deze topcoat. En dit is de Jewelry topcoat. En dit is een topcoat met hele kleine glitters. Heeft de naam 33 Where is My Chrome gekregen. Het is dus zo'n lakje met hele fijne glittertjes. Nou, die glitters die zijn heel moeilijk op je nagels aan te brengen. En ze zijn zo fijn dat je er eigenlijk niks van terug ziet. Dat vind ik heel erg jammer. Want zodra je gaat vegen, veeg je al die glitters weg. Dus dat vond ik echt niet geschikt. En ik had hier gewoon meer van verwacht. Dus echt omdat er ook glitz en glam op staan. Dat ik ook echt een soort ja, glam effect verwacht. Maar dat was dus totaal niet zo. Dat vond ik echt heel erg jammer. En vandaar dat ik dit ook gewoon ja, geen lakje vond die ik weer heel erg snel zou gaan gebruiken. Omdat ik dat gewoon heel erg jammer vind dat je die glitters heel gemakkelijk wegveegt. Dan een oogschaduwpaletje van Catrice. En deze komt uit de Caviar Couch collectie. En het uiterlijk ziet er prachtig uit. Het is goud en dit is een soort van ja, leereffect. Het is natuurlijk geen echt leer, maar het lijkt een beetje op leer. En met mooie bloemetjes, heel mooi. De achterkant is mooi goud. Dit palet heeft de naam C01 Sense Sushi gekregen. Ik spreek het vast weer verkeerd uit, maar nou ja, die namen zijn gewoon lastig. Het paletje van de binnenkant ziet er echt heel mooi uit. Daar kan ik niks over zeggen. Je hebt een spiegel. En dan heb je dus vier kleuren oogschaduw. Maar het pigment van deze oogschaduw is zo daadwerkelijk slecht. Dat je er gewoon bijna niks van terug ziet. Ik vind wel die bloemetjes in de oogschaduw heel erg leuk. Maar de kleuren zijn zo licht en niet pigmentvol. Dat het heel erg jammer is dat ze zo weinig geven. Dus dat vond ik echt een faal. Vond ik echt heel jammer. Want het palet ziet er prachtig uit. Maar dat die oogschaduw dan weer zo slecht is, vind ik heel jammer. En dat is wel vaker zo bij die limited edities van Catrice. Dus ja, ik vond dit ook heel erg jammer dat deze pigment ook weer zo heel erg slecht was. Dan heb ik deze body mist. En dit is ook tegelijk een relaxing water. Deze kun je ook voor je bed gebruiken. Het is een bed en body mist. Nou, het heeft een sprayflacon gewoon. En ja, de geur is wel lekker, maar het is echt. Je merkt echt dat heel erg goed dat deze heel erg op waterbasis is. En dat is denk ik ook wel bij body mist zo. Maar ja, het is meer een refreshing product dan dat je hem echt voor je body kunt gebruiken dat hij blijft hangen. Hij is echt heel erg licht van geur doordat er veel water bij zit, denk ik. Want je ruikt hem echt maar heel kort. Je moet hem echt heel vaak verfrissen. Het doet mij meer denken aan zo'n kledingverfrisser, zeg maar, die je ook van bepaalde merken hebt. En daar doet deze me ook aan denken dat je gewoon even dit opspreekt om een beetje de boel te verfrissen, maar meer ook niet. Het is geen body mist die blijft hangen. En doordat de geur eigenlijk zo snel weer verdwenen is, vond ik dit ook geen succes. Dit is dus een body mist van de Action. Ik weet niet of ik het had gezegd, maar nee, deze. Nee, vond ik absoluut geen succes.
Dan heb ik van Essence een smoothing lip peeling met argan-olie. Dit is dit product. En dit is dus een lip peeling die ook verzorging zou bieden. Hij heeft de naam 01 Kissing Me Softly gekregen. En zou die lippen ook scrubben. Nou, ik ga het je laten zien. Zo ziet het eruit. Het is een abrikozen kleurtje. Hij ruikt op zich wel lekker. Maar je ziet dus, de scrubdeeltjes zijn zo fijn in deze peeling. Dat hij je lippen echt totaal niet scrubt. Dat vind ik echt zo erg jammer. Want je ziet ook absoluut de scrubdeeltjes niet terug. Het is echt heel moeilijk te zien. Als ik hem dan weer vergelijk met andere lipscrubs die ik heb in mijn stash. Dan vind ik deze echt heel erg tegenvallen. Want je voelt niks van het scrub effect. En ja, dat is toch de bedoeling van dit product. En daarom vind ik het toch een gefaald product. Omdat je er gewoon niks van terugmerkt. Dan heb ik weer een product van Catrice. En dit is de Primer Fine Instant Line Smoother. Dit zou dus een product zijn die je lijnen wat minder zichtbaar maakt. Dus dan moet je denken aan de lijntjes onder je ogen die je kunt hebben. Of nou ja, net waar jij ze graag wil verdoezelen. Het is een vrij zachte structuur ook. Zo ziet het borsteltje eruit. Het heeft een lipgloss applicator. Maar het product is best wel licht van kleur. En op zich vind ik dat niet heel erg. Want de kleur sloot wel goed aan bij mijn gezicht. Alleen die lijntjes, die verdoezelt die absoluut niet. Is dat natuurlijk ook wel heel moeilijk. Maar als zou die ze iets minder diep maken. Maar zelfs dat deed hij niet. En omdat het toch echt gebaseerd is op lijnen verminderen. En die dat niet deed, vond ik dit gewoon echt geen fijn product. Je kunt hem dus onder andere onder de ogen gebruiken voor een frisse en een youthful look. Nou ja, op zich krijg je er wel een frissere blik van, maar die lijntjes die verduistert hij niet. En daarom vind ik hem toch niet fijn, omdat dat toch hetgene is waar dit product voor bedoeld zou zijn. Dan heb ik een lippenstift van Essence en deze kwam uit een limited editie, namelijk de Step Into Magic Wonderland collectie. Het is een puur glitter lipstick. Ik heb hem in de kleur 02 Pink Dreams Are Made Of This. Nou, de verpakking ziet er leuk uit. Daar kun je niks over zeggen. Het heeft een doorzichtige huls, wat ook echt heel erg leuk eruit ziet. Vind ik echt heel leuk gedaan. De lippenstift ziet er ook mooi uit. Absoluut. Maar hij blijft en niet heel lang zitten. En die glittertjes die voelen echt niet lekker aan op je lippen, want het zijn best wel grove glitters. En je voelt ze dus zitten, maar je ziet ze bijna niet. En dat vond ik heel jammer, want je kondigt een glitterlippenstift aan. Nou ja, dan wil ik ook glitters zien. En dat deed hij dus bijna niet. Je voelt ze zitten, maar je ziet ze niet. Het zijn wel hele grove glitters, maar niet dat je ze mooi terug ziet op de lippen. En dat vond ik heel erg jammer. En vandaar dat ik dit dus geen goede lippenstift vond. Het pigment is goed, maar die glitters, die zie je niet. Dan heb ik ook twee lippenstiften van Max & More. Deze komen dus van de Action. En die zouden een vernieuwde formule hebben. Namelijk bijenwas zou erin zitten. Ze beloven zich makkelijk aan te laten brengen. Ze drogen niet uit en blijft lang mooi. Er zit wel vitamine E en aloe vera in. Dat zijn twee kleuren. Ik heb hem in de Pink Frost en de Peach. Nou, laten we beginnen met Pink Frost. De verpakking is op zich wel wat verbeterd, maar ze zijn nog steeds vrij slap. Het is nog steeds niet helemaal heel stevig. Ik zou hem niet in mijn tas meenemen, want ik weet zeker dat hij heel snel gebarsten is. Dit is de kleur. Het is op zich wel een mooi kleurtje. Daar kan ik niet heel veel over zeggen. Maar mijn lippen werden er best wel droog van. En ook de kleur bleef echt niet lang mooi. Het pigment had op zich nog wel wat intenser gemogen. Ik vind het fijn als een lipstick gewoon best wel een paar uur blijft zitten. En dan weet ik ook niet of we dat mogen verwachten van de Action. Maar aangezien ze dat wel beloofde op de achterkant en ze dat dus niet waar maakte, vond ik dat heel jammer. Ondanks dat ik de kleuren wel
mooi vindt om te zien. Maar ze hadden dus pigmentvoller mogen zijn. Dat was dus Pink Frost. Ik zal jullie ook even de peach kleur laten zien. Die was echt helemaal heel licht van kleur. Die ziet er zo uit. Maar er kwam heel weinig pigment vanaf. Je hebt echt wel 3-4 lagen nodig om een beetje kleur te creëren. Nou ja, hoe meer lagen je gaat aanbrengen, hoe lelijker het wordt. Want dan wordt het echt zo'n opgehoopte laag. En dat vond ik persoonlijk niet mooi. Dus vanwege het pigment en dat ze niet long-lasting waren, heb ik ze toch bij de felproducten gedaan. Dan ben ik toe bij het allerlaatste product. En deze komt wederom uit de Step Into Magic Wonderland collectie van Essence. Dit is het oogschaduwpalette. Het palette ziet er wel heel erg leuk uit, daar kan je niks over zeggen. Heeft de naam 01 One Way Road to Fairyland gekregen. Op de achterkant zie je ook nog een tutorial staan. Hartstikke leuk gedaan. Nou, er zit een applicator bij, niet heel interessant. Dit zijn de kleuren. Het zijn hele lichte kleuren. Het pigment valt echt heel erg weg. Je ziet er bijna niks van terug. Terwijl je zou denken dat juist die donkere kleuren, die gaan nog wel. Maar die lichte kleuren, die zijn heel erg licht en bevatten heel weinig pigment. Dat vind ik heel erg jammer, want ik vind het juist mooi om ook die lichte kleuren te gebruiken. Dus vanwege het pigment vond ik dit palette helaas niet fijn. Omdat ik dan toch altijd graag, ja, wil dat alle kleuren pigmentvol zijn. Het zijn ook best wel droge oogschaduwkleuren. Dus ze zijn op zich ook niet poederig. En dat is op zich wel een goed teken. Maar ja, gewoon vanwege dat pigment vond ik het toch niks. Dat vind ik echt heel jammer, omdat dit palet er wel heel mooi uitziet. Dan waren dit alweer de felproducten van november en december. Het was veel Essence en Catrice. En ja, daar heb ik gewoon altijd veel van getest. En op zich viel het wel mee wat er bij zat aan producten wat ik niet fijn vond. Dus ja, het is maar gewoon dat ik dit toch met jullie wil delen. Zodat ik ook laat zien dat ik echt niet over elk product tevreden ben. En misschien dat er een product bij zat waarvan je zelf dacht, oh, daar ben ik benieuwd naar. Nou, dan weet je dus dat ik het niks vind. Het kan natuurlijk zijn dat jij het wel heel fijn vindt. Ik wil je weer bedanken voor het kijken. Mocht je nieuw zijn op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren. Druk dan ook gelijk even op het belletje daarnaast, want dan krijg je een melding zodra er een nieuwe video verschijnt. En ja, dan hoop ik je weer bij een volgende video te zien. Doeg!